Bezoekers en medewerkers van het aanmeldcentrum in Ter Apel lopen een onacceptabel risico om slachtoffer te worden van geweldsincidenten. Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid in een nieuw rapport. Zo worden in het aanmeldcentrum steeds meer wapens in beslag genomen. Het aantal is de afgelopen maanden bijna verdrievoudigd tot 160. En ook het aantal zware geweldsincidenten is toegenomen. Over de afgelopen 4 maanden hebben wij begrepen dat er iets van 8 steekincidenten hebben plaatsgevonden. En dan geldt er ook nog bij dat niet eens alle incidenten meer worden gemeld, omdat het werk, de werkdruk zo hoog is dat er sprake is van wat wij noemen onderrapportage. De situatie is er volgens de inspectie zo ernstig dat de veiligheid van asielzoekers en medewerkers niet kan worden gegarandeerd. De problemen stapelen zich al tijden op, onder meer door een gebrek aan opvang op andere plekken.